Jannes, we staan hier naast het Kuipje in Westerlo. We hebben net 1-2 verloren, enfin 2-1 verloren moet ik zeggen. We hebben heel goed meegedaan, zeker in de tweede helft, bij momenten ja, beter dan de thuisploeg. Hoe heb jij het gezien? Ja, ook zo denk ik. Ik denk dat er meer in zat vandaag dan een 2-1 verlies. Maar goed, het is zo. Dat is voetbal. Je kan de betere ploeg zijn, maar toch verliezen. En dat is vandaag denk ik wel gebeurd. Ja goed, het kan gebeuren, het is gebeurd. We moeten verder naar volgende week nu. Ja, het niveau en het tempo lag heel erg hoog, zeker even de eerste en de tweede helft. Is het daarom misschien dat er een beetje concentratieverlies is in dat laatste kwartier, waardoor ze nog kunnen scoren? Een beetje vermoeidheid? Goh, ik weet het niet. Het was inderdaad een hoog tempo in de wedstrijd. Dan weet je dat je naar het einde van de wedstrijd toe eventueel wat vermoeid kan worden, maar die concentratie moet dan toch... Dan zeker toch top blijven en we slikken twee doelpunten een beetje op dezelfde manier en eigenlijk geven we dat te makkelijk weg. Als we daar iets scherper op zijn, kunnen we deze wedstrijd eigenlijk gewoon winnen. Ja, we zijn op speeldag 12 en we hebben eigenlijk al de toppers al achter de rug. Kan dat een verschil maken voor de komende weken voor Antwerpen? Ja, eventueel wel. Maar goed, we mogen die andere ploegen toch zeker niet onderschatten. Dikwijls moeten we zelf het spel gaan maken dan en dat is ook niet evident. Maar goed, de komende weken moeten we zoveel mogelijk punten halen om toch van boven mee te blijven draaien. Ja, jij zelf, jij moest in de laatste 5 minuten nog naar de kant. Jij schrok daar denk ik zelf een beetje van, want je wist het niet meteen. Klopt dat? Ja, nee, ik had het niet direct door. Maar dat is een keuze van de trainer. Het was een tactische wissel. Dat was ook nodig, nog een extra aanval. Je moet, als je 2-1 achter staat in de laatste 5 minuten, moet je risico's durven nemen. En dat heeft hij gedaan. Dus ja.